Denk je dat veel, kijk, zoals Promesse, Brimnet ook, dat zij voelen alsof zij boven de wet staan? Nee, dat was vroeger ook al zo, dat spelers zonder rijbewijs reden, of te hard reden of 120 reden. Maar dat gebeurt tientallen keren in een maand in Nederland. Maar omdat ze bekend zijn, wordt het in de media wordt het uitgebreid neergezet. Dus daar moeten we ook niet in trappen in ieder geval.